Vandaag is de twintigste dag op rij dat er in een groot deel van het land geen noemenswaardige neerslag is gemeten. En volgens de officiële definitie van het KNMI spreken we dan van een droogteperiode. We komen natuurlijk uit een heel nat voorjaar. Het was zelfs de op twee na natste lente ooit gemeten. Dus het grondwater is behoorlijk aangevuld. Dus niet direct man overboord. Maar als die droogte nog wel een tijd aanhoudt, dan gaan we dit soort tafereelen in de natuur natuurlijk wel vaker meemaken. Ook vandaag dus geen neerslag, maar wel veel bewolking. Vooral in het noorden en midden van het land. Zoals hier in Overijssel, waar deze foto werd gemaakt. Ook daar werd tegen een grijze lucht aangekeken. Die bewolking van vandaag zag er op het satellietbeeld zo uit. Vanaf de Noordzee een constante aanvoer van die wolkenvelden. Voornamelijk dus boven het midden en noorden van het land. In het zuiden daarentegen juist zon overgoten. En in de loop van de dag werd die bewolking vanuit het zuiden ook steeds meer aangevreten. Dus ook in delen van Gelderland, Overijssel en Utrecht kon de zon een tijdje doorbreken. Gaan we die noordenwinden en die aanvoer van wolkenvelden vanaf zee eindelijk kwijtraken? En om die vraag te beantwoorden heb ik even de pluim met de windrichting meegenomen. En dan zien we vooral blauwe en groene kleuren. Groen is een noordenwind en blauw is een noordoostenwind. En pas helemaal verderop in de pluim zien we wat andere kleuren terugkomen. We hebben eerst dus nog met noordenwinden te maken. Zorgt dus voor veel bewolking en ook wat lagere temperaturen. Maar vanaf vrijdag gaat die noordoostenwind een groter aandeel in die pluim opeisen, krijgen we wat drogere lucht, minder wolken en ook hogere temperaturen. Vanavond heeft eerst vooral het noorden van het land nog met die bewolking te maken. Boven het midden van het land is die bewolking wat meer opengebroken. In het noorden 11 à 12 graden in het zuiden, waar de meeste opklaringen zijn, vanavond nog 17 graden. Wel met een matige noordenwind en daardoor zal het gevoelsmatig toch een klein stukje kouder zijn. Vannacht opnieuw de meeste wolken in het noorden. Opklaringen in het zuiden, maar die noordoostenwind begint er geleidelijk al wat in te komen en gaat ervoor zorgen dat die bewolking ook vanuit het noordoosten wat gaat openbreken. Minimumtemperatuur tussen 6 en 9 graden. Morgen overdag eerst nog die noordenwind. Die gaat draaien naar het noordoosten. Dus vooral in het binnenland gaat die bewolking openbreken. Temperatuur tussen 17 en 21 graden. In de middag kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Die ook wat uitsmeren. Waardoor je af en toe ook nog een wat bewolkter weerbeeld zal tegenkomen. Wind gaat dus geleidelijk draaien en die blijft matig van kracht. Dus we dan nog even gaan vooruitblikken naar het weekend, want dan heeft die noordoostwind het stokje overgenomen. Hebben we een paar zonnige dagen op de planning staan. Temperatuur gaat ook wat hoger uitvallen. In het zuiden vooral zaterdag misschien kans op een lokale zomerse dag met 25 graden op de thermometer. Maar met dat zonovergoten weer is het wel even oppassen geblazen voor de hoge zonkracht. De langste dag van het jaar, halverwege juni, 21 juni en dan is de zonkracht op zijn maar ook de komende periode is het echt oppassen geblazen voor die krachtige zon. Vooral tussen 12 uur middags en 3 uur middags. Dan kun je al binnen een kwartier verbranden met die hoge zonkracht. Dus smeer je goed in als je naar buiten gaat en zoek af en toe ook even de schaduw op. Maar ga vooral ook lekker genieten van het mooie weer.